Yo mensen, Bassie, oftewel Bassie Standje, tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Soref video. Zoals je in de titel kan zien, hebben wij 10 ranked rival spotten gespeeld ongeveer. En we gaan even kijken hoe dat is afgelopen. Hoe het afgelopen is met die potten. Of wij de 5 op rij hebben kunnen winnen. Waardoor wij misschien wel weer een nieuwe box kunnen gaan openen. En we gaan even de strategieën en de tips en tricks doornemen in deze video. Ook gaan we nog even mijn teams kijken van gewoon de pro line-ups. Dus gewoon de originele Soref line-ups. Daar zijn wat spelers tussen die niet hebben gespeeld. Wel hebben we het in een Mondly heel erg goed gedaan. Super rare. Dus daar gaan we ook even naar kijken. En ik ga de line-ups delen van aankomende midweek. Dus al met al genoeg in deze video. Laten we snel doorgaan. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik heb ook nog wat trades gedaan. Die staan hier in beeld. Namelijk Ryan Thomas met pijn in mijn hart. Gaat hij het seizoen niet afmaken bij PEC. Want hij heeft weer een blessure opgelopen. Als iemand ongelukkig is met blessures, dan is het Ryan Thomas wel echt niet normaal hoeveel ongeluk die gozer heeft. En dat is gewoon pijnlijk, want het is echt een aardige gast. En een hele goede voetballer en helemaal voor PEC Zwolle. Balikwisha, ook problemen met zijn knie, is geopereerd. Is heel erg in prijs gedaald, dus dat is niet optimaal. De valken neer. En je ziet het al wel een beetje gebeuren. Eigenlijk de hele Antwerp stack op de late na hebben wij ingeleverd. Shuto Abe hebben wij ook ingeleverd. Die bij Molenbeek speelt. De super rare. Bahadir Gündürgü. Hopelijk zeg ik het goed. Gündürgü. En voor alle Turkse kijkers, laat even weten of ik dat goed heb gezegd. Die hebben we dus allemaal ingeleverd, want ik had hem eigenlijk net gehaald. Alleen, voor mij hebben zij weer een nieuwe keeper gehaald. Dus was kans dat hij misschien weer ingeruild zou gaan worden. En dat hebben we allemaal ingeruild voor Ugalde, Carson en Babacan. Wel een L gecatcht. Soms moet je dat doen om weer door te gaan in het leven. Het is natuurlijk niet aan te raden om trades te doen. Maar in dit geval was het wel even nodig. Want, dat ga ik dus zo meteen ook nog uitleggen. Carson gaan wij nog aardig nodig hebben in de aankomende game weeks. Komen we zo meteen even op terug. Laten we eerst even kijken hoe afgelopen weekend, moet ik zeggen, ja, deze game week, maar nog afgelopen weekend is gegaan. Onder 23, want daar ging Almere City tegen Fortuna niet door. 3 minuten voor de aftrap werd dat afgelast. Moet ik zeggen dat ik dat niet heel erg vind, aangezien de rest het niet goed heeft gedaan in de onder 23. Dus wat dat betreft een geluk bij een ongeluk. Ik heb 220, de laat was geblesseerd, wist ik niks vanaf. En Sierra speelde dus niet tegen Almere. Hier had ik €200 kunnen pakken als Koopmeiners ongeveer een score van 80 had gehaald. Wat op zich mogelijk is tegen Fortuna. Afgelopen weekend had hij een score van 90, dus het had gekund. Hij was ook mijn captain, dus hij kreeg bijna 1,5 keer zijn B-score. Dus 80, dan kreeg je ongeveer 40. Dan had je dus iets meer dan 120 gehad en dat is precies wat we nodig hadden. Maar goed, dan moet hij eerst nog maar eens zien te halen. Daardoor geen threshold in super rare. En hier in de cap limited hadden wij een PEC Zwolle stack ingeleverd. En toen zag ik dat El Azouzi niet speelde. Die was ziek geworden, volgens mij heb ik niet opgelet. Of het was gewoon pech dat ik het niet meer kon veranderen. Dave van den Bergen, ja, penalty tegen AZ, echt een ongelofelijke pot. Schendela, geweldige pot gekiept. Had nog met de clean sheet, had hij denk ik wel 100 aangetikt. En hadden wij echt serieus nog wel wat kunnen veroorzaken. Maar goed, ja, van den Bergen met die panel en daardoor dus ook die goal meteen tegen. Toen was het al wel klaar. En zelfs met al deze gebeurtenissen en 4 man hadden wij bijna nog threshold gepakt. Over threshold en pech gesproken. We hebben hier een cercle stack met Eloy Room. We komen 5 punten tekort. We kunnen wel stellen, zonder het persoonlijk te maken, dat onze vriend Hendricks die hier door de neus heeft geboord. Want een schot werd van richting veranderd. Daardoor was de clean sheet weg. Van Eloy, dat was gewoon pech. Maar bij die tweede goal van Feyenoord, dat mag gewoon eigenlijk niet. Daar moet hij een bal gewoon wegrossen, maar dat ging niet helemaal goed. En daardoor hebben wij geen threshold gehaald. Dus ik ga nog even een tikje sturen naar Hendricks van Vitesse. En dan hebben wij de Cap 220 Super Red. Dat is dus de Mondly. Dus dan moet je eigenlijk zo zien, voor de mensen die dat niet weten. Dat is een competitie die over een hele maand wordt gespeeld. Je kan in een week kan je niks winnen, maar al met al worden de 4 beste scorers bij elkaar opgeteld. Voor mij zijn het 8 of 9 gameweeks. Ook dus midweek. Dus de meeste mensen zullen misschien 4 keer een line-up kunnen opstellen. Ik kan er iets meer dan 4 opstellen in de 8 of 9 gameweeks. Dus dat is wel lekker. En we zijn de eerste 2 echt goed begonnen. We zitten nu al op de 636 punten. In dus 2 line-ups. En we hebben nog Kotsjaman te gaan. Die nu speelt omdat de teamgenoten volgens mij op de Afrika Cup spelen. Als ik dat goed zeg. Ze spelen thuis tegen de nummer laatste van Turkije. Dus ik hoop gewoon dat hij gaat spelen. Ik ga er wel vanuit. Dus dat zou mooi zijn als hij daar een mooie score neer zou zetten. Maar dan gaan we dus echt meedoen in het klassement van de Cap 220 Super. Hè? Ik kan ook even laten zien wat de prijspool daar is. De prijspool is dus als volgt. De nummer 11 tot en met 50 maandelijks krijgt een Super Rare tier 3. Wat best al wel gruwelijk is, want dat zijn toch onbruikbare
super rares. Helemaal bijvoorbeeld voor Cap 240. Dan de 4 tot en met 10 krijgt een tier 2. En dan een podium wordt interessant, want de nummers 3 en 1 krijgen een tier 1 super rare. De nummer 1 krijgt een super rare star. Ja, als je dat wint. Als je de Bellingham rare wint, of super rare wint, dan mag je toch wel even van de toren blazen. Want hier wordt al eentje op de auction geveild voor, even kijken, €6200 met nog 16 uur en 42 minuten te gaan. Op het moment van opnemen. Dus dat zou heel lief zijn. Maar dan wordt het natuurlijk moeilijk met al die whales. Met accounts van tonnen of miljoenen. Want die kunnen natuurlijk 8 of 9 gameweeks. Echt de perfecte teams opstellen. Ook dus met spelers met een L15 van 0 bijvoorbeeld. Die wel spelen. Is eigenlijk een soort van cheaten. Maar eigenlijk ook totaal weer niet. Maar dat wordt gewoon moeilijk om daarvan te winnen. Maar we zijn echt goed begonnen. En als je dus naar het klassement kijkt. Hebben wij dus nog een wedstrijd te gaan. Gochaman dus. En we staan dus ook zeg maar tussen mensen die al 3 line-ups hebben gespeeld. Dat wordt nog natuurlijk verrekend. Want je kan maar max 4 line-ups bij elkaar optellen. En op het moment dat wij de 4 hebben en we blijven op deze manier doorgaan, is er wel een kans dat wij in die top 50 kunnen komen. Dus ik ga wel vol inzetten op de Cap 220 Super Rare. Want ik wil echt even een keer een goede Super Rare winnen. Dat zou ik echt gruwelijk vinden. Dus dat is dat eigenlijk. Laten we dan maar eens even kijken hoe de Rivals Ranked potten zijn gegaan. Maar voordat we dat doen, ben je nou nog geen lid op Sora? Meld je dan aan via de link in de beschrijving. Want als je dat doet, of als je dat al hebt gedaan, en je haalt 5 spelers binnen via de auction, dus via de veiling, of via de instant buy moet ik zeggen. Dus via de auction of de instant buy. Je haalt 5 kaarten. Waarschijnlijk limited als je net begint. Je haalt er 5 van binnen. Op het moment dat je dat hebt gedaan, krijg jij dus een korting van eigenlijk gratis €20. Want op het moment dat jij dus voor €40 aan spelers haalt, krijg je €20 betaald door Sora. Krijg je eigenlijk een 50% korting. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus als jij 5 spelers hebt binnengehaald, op het moment dat je hebt aangemeld via de link in de beschrijving, krijg je die €20 shoptegoed van Sora. Dus dat is helemaal toppie. Ik heb het vorige keer misschien verkeerd uitgelegd, maar het is dus als volgt. Dus wat ik net zei, als je hebt aangemeld via de link in de beschrijving, krijg je die regeling als je dus 5 spelers oppikt bij de auction of via de instant buy. Daar kan je dus je voordeel mee halen. Dus doe dat zeker en doe dat echt, want er komt binnenkort iets heel moois aan waarschijnlijk. Dus stay tuned en dan kunnen we binnenkort meer vertellen. Maar goed, laten we maar eens aan de Rivals gaan. Hier gaan we naar Match History. We staan op dit moment van mijn vrienden. Sta ik vijfde met DJ Koeft als biggest rival. Oké, interessant. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Want ik neem het toch wel serieus. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het echt leuk vind om dit te doen. Als we hier dus even gaan kijken naar Match History, heb ik afgelopen weekend de 9 volgens mij gespeeld. Moet ik het goed kijken? Ja, we begonnen met Istanbul Başakşehir. Die hebben we niet weten te winnen. 19 punten tekort helaas. Door de last minute tegengoal. Tegen 10 man. Dat was zuur. Deze kunnen we stellen dat we die wel hebben gewonnen met een 115 punten verschil. Las Palmas, ik had daar een Mounier. Natuurlijk super hè, wat natuurlijk leuk was. Maar die hadden we ook captain, maar hij heeft eigenlijk geen pepernoten van gebakken. Dan Eintracht Frankfurt hebben we ook weten te winnen. Daar hebben we natuurlijk Pacho van de rare versie. Hier hebben we Atubolu. Die ook, eigenlijk was wel grappig. Zowel Pacho als Atubolu hebben dus in de 60ste minuut kregen ze de clean sheet bonus. En ik denk vrijwel een minuut later waren ze allebei de clean sheet kwijt. Dus dat was een beetje fucked up. Dan Cercle Brugge, die hebben met 109 punten verschil gewonnen. Daar hebben we natuurlijk heel veel kaarten van. Dus dat is voordelig. Dat hebben we ook met Twente. Nou, niet veel kaarten, maar Ugalde de Rey. Dus die, ik denk die spelen we maar gewoon. 100 punten verschil verloren. Omdat NEC dus van Twente wist te winnen. En we speelden tegen een NEC-stack, om even zo te zeggen. Dan Pek Zwolle, AZ. Het leek erop dat ik die ruim zou gaan winnen. Maar door de 2-2 werden nog wat closer. Die hebben we dus ook weten te winnen. Ik heb natuurlijk heel veel limited kaarten. Ja, je hebt natuurlijk ook met een bepaalde cap te maken. En ik zag dus dat El Azouzi niet ging spelen. En toen hadden we Fittinga. Hadden we maar opgesteld, een jongen uit de jeugd. Dan Greuther Fürth. Daar heb ik natuurlijk een super Robert Wagner van, die een assist heeft afgeleverd bij de enige goal in die wedstrijd. De keeper heeft een penalty tegengehouden en die had een clean sheet, dus die dat was helemaal het mannetje. Heel veel EA ook. En wij hadden ook nog Çalhanoğlu Limited gehaald via de instant buy eigenlijk, via dit programma. Ik kon het toch niet laten en hij had een bal van de lijn gehaald, maar hij had ook dus een penalty veroorzaakt. Dus dat reepte ze weer tegen elkaar weg, waardoor hij alsnog een prima score had. En wisten wij dus ook dit te winnen. Dan hadden wij een Union stack met Matthijs Smets van Sint-Truiden. Matthijs Smets geen beste wedstrijd gespeeld. En ik had ook de verkeerde spelers opgesteld. En dat is dus het gevaar. En tegelijkertijd de tip die ik mee wil geven. Speel alleen teams waar je echt veel kennis over hebt. En waar je dus ook misschien wat meer limited kaarten van hebt. Dat kan in jouw voordeel werken. Nou, sterker nog, dat werkt in jouw voordeel. Omdat je dus ook kan weten, bijvoorbeeld, de tactiek. Je hebt dus ook als je een team opstelt, we kunnen zo kijken of we een team gaan opstellen. Voor de mensen die nieuw zijn met de Rivals. Dan moet je dus ook weten wat die spelers kunnen en waar ze goed in zijn. Je kan wel een gemiddelde van die spelers zien, maar alsnog, bijvoorbeeld als spelers niet voor hebben gespeeld in een team. En jij weet wel hoe zo'n speler is, maar niet statistieken, dat je het af kan lezen. Dan komt de kennis dus erbij kijken en kan je daar je voordeel uit halen. Laten we maar
eens even kijken. Als we naar Rivals gaan. En dan Few More. Ja, ik kijk dus wel altijd of ik teams heb waar ik ze, dus de spelers van in mijn club heb. In dit geval is dat de Skyserie. Dan heb ik dus Kotjaman. En ik kon het toch ook wederom niet laten om Cardoso binnen te hengelen. Dat is iemand die de set pieces neemt bij Skyserie. En ze nemen dus op tegen de nummer laatste. Dus we gaan waarschijnlijk tegen stacks komen. Tegen limited stacks van Kayserie. Dus ik ben benieuwd tegen wie ik kom. Ik heb hier wel, we kunnen wel eens even kijken. Als ik verder ga en we gaan de tactiek bepalen. Laten we eens even gaan kijken wat dan hier een goede tactiek zou zijn. Kijk, bij sommige spelers is het heel moeilijk om data af te kunnen lezen. Want contest kan je hier doen. Je kan de passing kan je doen. Maar je ziet dat deze wel echt shocking laag is eigenlijk. Dus daar moeten we eigenlijk niet mee spelen. All out on attack. Ja, dat gaat dus over schoot op goal. Is ook een optie wel. Want ja, ze spelen tegen de nummer 20 van de competitie. Dus park de bus. Gegenpressing. Gegenpressing zou nog wel kunnen. Als je duels wint natuurlijk. Park de bus niet. Want ja, ik verwacht dat zij gaan domineren. Dus tegen de nummer 20 van Turkije. Dus ik ga voor All Out Attack of Yoga Bonito. Dan toch gezien deze statistieken denk ik dat we voor Yoga Bonito gaan. Tegen een makkelijke tegenstander om even zo te zeggen. Weet je wat? Kijk, dit is dus een handige optie. Je kan dus meteen in de instant buy. Kan je dus deze spelen halen. Voor een eurotje. Dus dat doen we ook maar meteen. Bam. Klappen we er gewoon vol in. Zoals je kan zien. Solid pick. Ik weet niet eens zeker of hij gaat spelen. Hé, hey, we hebben wel de 10 van de 1000. Dat vind ik dan wel weer pleasing om te zien. Maar ja, ik vind het veel te leuk, jongens, die Rivals. Ik moet het gewoon eerlijk bekennen. Laten we op continue klikken. En heb ik nou wel... Kijken. Heb ik nou wel Cardoso Captain? Dat is even de vraag. Ja, dat heb ik. Oké, maar ik heb wel redelijk vertrouwen in dit team. Dat we hier wat kunnen gaan doen in Rivals. Als je naar Rivals gaat en naar Missions, kan je ook zien hoeveel wedstrijden op rij je hebt gewonnen. Ik sta dus nu op 0, omdat die streak is afgebroken. Ik had een streak van 4, maar die ging dus niet helemaal door. 3 of 4 moet ik zeggen. Maar ik wil die 5 op rij winnen, zodat we die Rivals Reward Box kunnen gaan openen. We hebben nog 7 tickets ook. We kunnen die over 4 uur weer claimen. Dat ga ik ook zeker doen. Elke 12 uur kan je die tickets claimen. Je kan ook zelfs in die Reward Box tickets winnen. Dus ja, dat is interessant. Dit is dus het Dynamo Zagreb team. Die gaan dus dinsdag om 5 uur spelen. Je kan nog tot aan de aftrap kan je nog je teams veranderen. Dus dat is voordelig. Ja, dat heeft eigenlijk niks met de deadline te maken overigens. Van de normale Sore, zo noem ik het maar even. Maar laten we eens even kijken. Ik moet het nu even uit de losse pols doen. Ristovski gaat denk ik bijna zeker wel spelen. Baturina gaat spelen. Lubicic gaat niet spelen, denk ik. Petkovic, oh, nummer 1 van 100. Ben toch de oude lettertype forward die uiteindelijk weer veranderd is. Die gaat spelen... Dan hebben wij nog 57 punten over. Dat is wel top. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Dit vind ik mooi. Akudo Kaneko. Die is heel erg in vorm. Ik vind dit wel mooi. Laten we dan eens even kijken. Laten we dat doen. Bam. En dan denk ik dat wij dus ook... Kijk, als je dus mee wil doen in de arena, dus echt in Rivals. Dan ga je dus naar die wedstrijd toe. Hier, bam. Dan ga je naar arena en dan doe je enter die arena. Dat hebben we dus bij deze gedaan. Dus ja, dat is eigenlijk hoe Rivals in elkaar steekt. Verder kunnen we nog even kijken naar aankomende Game Week. Dus waar ook dus Dynamo speelt. Ja, dit is dus het meest belangrijke team voor de midweek aankomende Game Week. Game Week 4-4-4. Ik heb 22 Super Rare, ik zei het al eerder, daar gaat mijn focus deze maand naartoe. Dat is tot en met 9 februari. Hier hebben we een Dundee FC stack met Shaughnessy, Carson en Curtis Main. Moet ik wel zeggen dat Carson in de beker niet keepte omdat hij een blessure had opgelopen op training. Maar dat lijkt goed te gaan en ik neem het risico maar. Curtis Main, ik ga er ook vanuit dat hij speelt. Hij is teruggehaald voor een half jaar. Hij had een avontuur in het buitenland. Dat beviel hem niet. Dus hij is nu een half jaar terug. Dus ik neem aan dat ze hem halen om te spelen. En hij viel ook al in de beker. Dus ik verwacht dat hij wel gaat spelen. Dan hebben wij ook nog een Cap 240 rare team. Hier komt nog een speler bij. Ik ga nog niet zeggen welke. Maar dan hebben we dus ook nog een threshold team. Dus dat is wel lekker voor in de midweek. En dan denk ik dat we de andere teams van de gameweek erop maar een andere keer laten zien. En dan is dit het wel. Beetje weer een kleine update vanuit de club. Veel Rivals dus gedaan. En ik moet zeggen, het bevalt me echt. Ik vind het echt leuk. Ja, je moet wel echt actief zijn met die Rivals. Dus speel alleen teams die je echt kent. Of waar je limited kaarten van hebt. Of ja, haal dus limited kaarten van teams die jij goed kent. Dan kan je natuurlijk ook je voordeel uithalen. Dat zijn eigenlijk mijn tips en tricks. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Like deze video. Ik hoop dat wij de 75 likes aan kunnen tikken. En comment even wat jouw grootste winstreak is op Rivals. Meld je dus dan via de link in de beschrijving. Want dan krijg je 20 euro shoptegoed van SoRare. Ik check jullie later. De groeten en ciao. Ciao.